Hallo, wij zijn Kaiway. Zoals we het cassettebandje hebben vervangen door online streaming, zo is glasvezel helemaal de techniek van nu. Elise, Christa en Els zijn onlangs overgestapt naar een alles-in-één glaspakket. Daarmee hebben zij definitief afscheid genomen van DSL. Sinds 3 weken ervaren zij de vele voordelen van glasvezel. Ja, ik heb 3 weken Kaiway en ik moet zeggen dat het heel goed bevalt. Ik zou het een ander zeker weten aanraden, ja. Ja, gewoon sowieso beter beeld. Alles gaat gewoon heel veel sneller. Het is ook goedkoper, zeker. Bent u ook overtuigd? Bestel dan snel uw alles in één glaspakket. Want dat betekent sneller internet, televisie in de hoogste kwaliteit en u bent voordeliger uit. Dus graag tot ziens bij Kaiway. Het heeft echt lang geduurd, er zijn jarenlang gesprekken over gevoerd en ik sta hier nu. Maar voor mij waren er natuurlijk andere wethouders, portefeuillehouder, die er net zo hard aan getrokken hebben als dat ik de komende tijd zal gaan doen. En ik denk dat het nu tijd wordt dat we maar beginnen met het programma. En daar is ze dan. Met mooie plannen, dit is als het los. Een paar jaar later vleugel je niet meer in. Holland, Tubantia en Java. En het leven gaat maar voort. We breken af en we bouwen weer op. Ja, het leven gaat maar voort. Iedereen die wil huren, kan zich melden. Ja, het land van storm, dat gaat hartstikke goed. En dan beginnen we hier en dan gaan we over de luifel die je daar ziet heen, dan gaan we het tweede stuk van de oostgevel doen. En wat wordt dat? Dat worden winkels met de mogelijkheid om ook appartementen bij te krijgen. En dan gaan we over de McDonald's heen naar Haven Zuid. Kan dat niet gewoon goed? Nou, de McDonald's die zal er niet heel lang meer staan, want die gaat er ook af. Dus we hebben nou de smaak te pakken. We schuiven van alles opzij, maar dan kom je van alles terug. Dat is net typisch allemaal, hè? Afbrengen wat je afbrengen kunnen. Nou, we zetten er wel mooie dingen voor terug. Dat hebben we van jou geleerd. Dat is dat voor ons. Ja. En dan, wat komt er dan daar? Daar komen dan weer winkels. Minder winkels dan dat we nu hebben, maar nieuwe winkels. Met daarboven appartementen en een stadstuin. En daar zal Jan Maes weer terug kunnen keren. Kie. Kom maar. Gewoon handje dan. 1 en 2.
En wat vindt u ervan dat uw buurman nu een grootscheepse gedaanteverandering gaat ondergaan? Ik heb al jaren gedacht, kan dat niet eerder? Want ik woon hier aan het Schokland inmiddels een jaar of 17. En dit is eigenlijk altijd al een doorn in het oog geweest. Qua uitzicht Schokland is natuurlijk eigenlijk een ontzettend leuk. Een leuke oude straat nog met vooroorlogse woningen. Ja, en als je dan naar de overkant kijkt, dan krijg ik nog altijd een beetje het Oost-Duitsland gevoel, zeg ik wel eens. En vooral dat grijze. En ik heb Dick wel eens genoemd van gooi er een bom op en maak er wat mij betreft een parkeerplaats van. Maar weghalen dit. En dat het nu gaat gebeuren, het wordt niet helemaal weggehaald, maar het wordt aanzienlijk verbeterd natuurlijk. Ja, dat vind ik wel heel mooi. Daar ben ik heel blij mee. Meneer Niek Lommen van Urban Interest, wat is de rol van Urban Interest in de binnenstadvernieuwing? Urban Interest is een van de partners in de gemeente Almelo, samen met de gemeente en Beter Wonen. We hebben een collectief belang om samen in overleg met alle partijen en in samenwerking met alle partijen een nieuw bruisend hart te creëren voor de gemeente Almelo. Mevrouw Jeannette de Bruin, wanneer denkt u dat het gerealiseerd is? De verbouwingen op zich zijn eind 2017 gereed, als het proces verloopt zoals het zou moeten. En daarna gaat de gemeente nog aan de slag met de waterkom. En veel mensen in Almelo zeggen, wat heeft het lang geduurd? Klopt inderdaad, het heeft lang geduurd. Alleen dat heeft te maken met een aantal factoren, waaronder andere de recessie er één van is. Ondanks de moeilijke aanloop en de moeilijke voortgang hebben we toch met elkaar, met alle partijen tezamen, een eindresultaat weten te realiseren. Wat denk ik voor de stad heel goed is. En, nou ja, we zijn dicht bij elkaar gebleven en uiteindelijk toch tot een eindresultaat te komen. Dank u wel. Het is de Herman Hufte-lezing, dat is niet zomaar wat. Het is een man met een enorme staat van dienst voor de Partij van de Arbeid en voor Almelo. Het is alleen al om die reden om voor Herman Hufte, wijlen Herman Hufte, wat terug te doen. En de PvdA heeft mij gevraagd in Almelo, dus dat is ook natuurlijk gewoon leuk om te doen. Ja, ik ben de minister van Financiën. Maar voor mij, kijk, financiën, dat doe je nooit zomaar. Je doet het om de dingen die we met elkaar hebben opgebouwd, zoals een goede verzorgingsstaat en een goed pensioenstelsel, om dat overeind te houden. Dat soort dingen, daar gaan financiën over. Financiën zelf is natuurlijk op zichzelf helemaal niks. Hoe zit het met Urenco? Ja, Urenco is een sterk bedrijf. Wij zijn voor 1/3 aandeelhouder. De andere 2/3 zitten in Engeland en Duitsland. En zoals u weet, of misschien niet weet, Engeland en Duitsland willen het verkopen. En dus zijn wij heel snel gaan nadenken wat wij als Nederland moeten doen. En onze conclusie is dat we in ieder geval veel betere wetgeving moeten hebben om te voorkomen dat eventuele toekomstige eigenaren er met het bedrijf of met de technologie vandoor kunnen gaan. Dus het is uitgesteld, de verkoop? De verkoop van de Nederlandse aandelen is zeker uitgesteld. Ons belangrijkste doel is die wetgeving door de Kamer krijgen, zodat alle belangen rond Urenco, ook veiligheidsbelangen, heel goed zijn zeker gesteld. Daarvoor gaan we de wet aanpassen, zodat wat de toekomst van Urenco ook is, die toekomst is dan in Almelo en hij is zeker gesteld. En dan toch even die migratie, hè? U gaat over het geld, hè, zeg maar zeggen, hier in Nederland, hè? Maar hoe gaan we dat betalen, al die migranten? Ja, het kost extra geld. Maar wij zijn ook een heel rijk land, dus ik denk dat dat lukt. We hebben ook een andere grote tegenslag, financieel, en dat is de gaswinning. En niet alleen is de hoeveelheid veel minder geworden, er zijn natuurlijk veel problemen in Groningen waar we rekening mee moeten houden. Maar de gasprijs is ook gehalveerd. Dus dat is een nog veel groter probleem voor mijn begroting, om het zo maar te zeggen, naast het asielprobleem. We gaan in het voorjaar kijken hoe we het allemaal gaan inpassen. Nou, ik denk dat mensen hebben de afgelopen jaren die krimp ook ondervonden. Iedereen heeft minder te besteden gehad. En dit jaar voor het eerst eigenlijk waarschijnlijk iedereen wel weer zo'n beetje wat meer te besteden. Dus ik denk dat mensen daar ook echt wel naar uitzien, om weer een keer misschien wat schulden te kunnen aflossen, in plaats van ze te zien toenemen. En dat is ook goed voor de economie. En tegelijkertijd moeten we het ook op een manier doen die duurzaam is. En dan bedoel ik financieel duurzaam. Dat niet dat de boel over een paar jaar weer in elkaar stort. Maar ook ecologisch duurzaam. Dat we niet schade achterlaten voor volgende generaties.
Ja, nou, de financiële crisis is niet alleen de schuld van de banken. Maar de banken hebben grote fouten gemaakt en we hebben ze moeten redden. Dus een van mijn prioriteiten is te voorkomen dat dat weer gebeurt. De volgende keer dat er een bank omvalt, dan wil ik die bank binnenlopen en zien dat daar gewoon meer reserves in de kluis liggen. Dat die bank een buffer heeft om zijn eigen problemen op te lossen. En als de problemen nog groter zijn, dan wil ik dat de eigenaren, de investeerders in die bank, de rest van het verlies dragen. En niet langer wij met z'n allen, de belastingbetaler. Dat is een grote verandering en dat hebben we nu zo'n beetje voor elkaar. Nee, het gaat op dit moment al echt beter. Mensen hebben wat meer uit te geven, bedrijven durven weer te investeren, de werkgelegenheid neemt toe. Maar het is allemaal nog zwak. Ik vind dat het sterker zou moeten. Ik wil daar een zekerder gevoel bij hebben. En dus moeten we voorzichtig deze koers vasthouden. Dit jaar verlagen we de belasting met 5 miljard. Vooral met de mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die het moeilijkst hebben. En alle anderen gaan er ook een beetje op vooruit. En die 5 miljard gaat natuurlijk helpen. Hij gaat helpen om de economie een steuntje in de rug te geven. Mensen houden gewoon iets meer over in hun portemonnee. We zitten hier op Bedrijfpark Twente met ongeveer 160 bedrijven. En dan spelen er natuurlijk allerlei zaken op het bedrijventerrein. En liever willen we geen criminaliteit. En in het kader daarvan hebben we ook gezegd, we gaan eens kijken of we kunnen gaan samenwerken tussen de politie, de brandweer, de gemeente en wij als ondernemers. Om gezamenlijk te zorgen dat er een drempel opgeworpen wordt voor mogelijke criminaliteit. En dat je juist door een goede afstemming met elkaar ook probeert criminaliteit te voorkomen. Nou komt daar een soort diploma uit eigenlijk, hè? Hoe wordt dat nou gecontroleerd? Dat diploma wordt gecontroleerd, dat diploma, een soort certificaat wat we dan als ondernemers krijgen, als bedrijvenpark krijgen. Dat wordt gecontroleerd door Kiwa en Kiwa is een certificerende instantie, een soort toezichthoudende organisatie die kijkt of wij ons wel aan de afspraken houden die we gezamenlijk gaan maken. En deze afspraken zijn dan ook dus een stuk samenwerking tussen politie, gemeente, brandweer en de ondernemers. Maar heeft ook te maken met een aantal maatregelen die we op het bedrijfpark gaan nemen. Zo gaan we als ondernemers eens een keer kijken bij elkaar op het terrein van hebben we nu de zaken goed voor elkaar? Denk maar aan brandveiligheid, orde en netheid, de verkeersverlichting, is die goed geregeld? Is er gladheidbestrijding ook overal daar waar het moet zijn? Dat soort aspecten komen allemaal aan de orde in dit onderzoek en in deze samenwerking. Veiligheid is natuurlijk per uitstek een ding waar de politie heel nauw bij betrokken is en ook een grote verantwoordelijkheid in heeft. Maar wat mij hier nou juist zo aanspreekt in zo'n keurmerk veilig ondernemen, dat is dat veiligheid hier ook echt gezien wordt als een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Nou, wat wij als brandweer doen, dat is eigenlijk twee dingen. Wij zorgen dat het bedrijventerrein beeld krijgt op wat voor branden zijn er nou eigenlijk op het bedrijventerrein. Dus wij kijken in onze databases wat voor meldingen zijn er geweest, waar lag dat aan, wat zijn oorzaken van brand. Nou, en met die informatie gaan wij vervolgens twee dingen doen. We adviseren de bedrijven hoe ze dat kunnen voorkomen. En wij gaan kijken als er brand is van zijn de bedrijven bereikbaar, is er voldoende bluswater aanwezig. En daar adviseren we in en daar helpen we ze bij. We verwachten dat we deze zomer dat certificaat inderdaad kunnen behalen. Op dat moment wordt ook getoetst of wij daadwerkelijk aan de eisen voldoen. En de eisen zijn, zoals ik net al schetste, eigenlijk dat je een georganiseerde samenwerking tussen die vier partijen gaat invullen. We gaan de onderzoekspresentatie oefenen voor Venlo. Wat is er in Venlo dan te doen? Een finale. De finale? Waarvan? Van de Lego League. Ah. En wat voor onderzoek hebben jullie gedaan? Wij hebben een onderzoek gedaan over afval. En we hebben onderzocht wat allemaal afval is en welke problemen we aanlopen. Ja, en dat hebben jullie aangeboden aan Almelo, hè? Ja. Een oplossing voor het groenafvalprobleem wat zij hebben. Dat willen ze voor een deel aan de kippen voeren die ze hebben, die ze houden in de patio. En het deel wat kippen niet mogen opeten, daar willen ze toch een andere oplossing voor hebben. Bijvoorbeeld composteren. Het liefste wilden ze dat naar Twents brengen. Maar goed, we gaan toch eens kijken, omdat een school officieel een bedrijf is, of er misschien op het terrein iets kan van dat van composteren. Dat is gelijk heel erg leerzaam. Het tweede team
Die had een robot gebouwd met Lego. Die had een robotgebouw voor uiteindelijk het probleem van het wegbrengen van het plastic. De leerlingen kwamen erachter dat uiteindelijk het plastic wegbrengen niet per se heel erg leuk is. Maar als je daar credit voor zou krijgen, dus het lijkt bijna een spel. Maar als je credit zou krijgen voor het wegbrengen van je plastic, dat het voor kinderen heel leuk kan zijn. Als ze daar dan ook bijvoorbeeld nieuwe dingen voor kunnen kopen en andere dingen mee kunnen doen. Ja, het is natuurlijk heel, heel erg lastig dat je credits krijgt voor het wegbrengen van je eigen rotzooi. Dat is natuurlijk heel erg lastig. Voor volwassenen ligt dat anders, maar bij kinderen denk ik dat er toch eens slim gekeken moet worden. Van je maakt op deze manier kinderen ook heel erg bewust van wat is afval en wat is grondstof. En zij hebben dit juist opgepakt van dit is een grondstof, hier kun je nieuwe dingen van maken. Laat ons dan ook voor dat gedeen bijvoorbeeld nieuwe dingen krijgen. Ja. Nou, dan zou het mooi zijn dat je bijvoorbeeld gaat kijken van kunnen we dat op schoolniveau zeg maar gaan organiseren. En kan er dan bijvoorbeeld gerecycled Lego gaan ontstaan. Ja. Van dat soort zaken. Dan krijg je het ook letterlijk, krijg je dan bijvoorbeeld iets terug waar ze hard aan mee hebben gewerkt. Kan je een beetje vertellen wat jullie oplossing was voor een afvalprobleem? Of eigenlijk, ja, afval is grondstof, hè? Ja. Onze oplossing is dat bijna heel Almelo eigenlijk afval gaat scheiden. En dan in een goede bak allemaal stopt. Ja. Nou, doen ze dat nu dan nog niet? Jawel, want het is... Ze doen het wel. Maar nog niet helemaal, hè? Nee, de helft van Nederland wel en de andere helft. Afvalbeesten, dat zijn wij. De dieren zijn met ons heel blij. Met de robot afvalbeest is de Legolieke feest. Met elkaar een dolle boel. Kippenkracht is super cool. Afvalbeesten, hey, hey, hey. Daar in de installatievergadering tegen geprotesteerd. Niet tegen die verordening, maar tegen het feit, dat stond in de laatste alinea, dat de beoordeling daarvan en het beheer van die verordening in handen werd gelegd van het Oversticht in Zwolle. Dan heb ik ervoor gepleit om in ieder geval 1 of 2 Almeloers er ook in te benoemen. Mm-hmm. Die van Zwolle die zeggen natuurlijk, oh, dat ontwerp van Greta, dat is toch mooi. Ja. Huh? En dat zou een Almeloer onmiddellijk hebben in de gaten hebben. Ja. En die zou daar tegen protesteren. Ja, maar iemand uit Zwolle ziet dat niet. We zitten hier met de rug tegen de leerzaal, meneer Van Bult. Nou, de tegenaan nog en daar niet, heb je maar... ook nog iets. Nou, de tegenaan, maar bijna tegenaan. Ja. Nou, met de leerzaal niet, als zodanig niet. Maar samen met de leerzaal heeft het genootschap Stad en Amt Almelo een archief ingericht dat we hier boven ondergebracht hebben. We hebben dus... een HIP noemen we dat, een historisch informatiepunt, HIP. Ja. Die naam HIP, daar moeten de mensen allemaal wel een beetje om lachen. Ja. Maar dat is juist goed, dan wordt die naam bekend. Hè? Ja. Maar we hebben dus, we hadden een vrij uitgebreid archief, dat we als libreien in... op de zolder van de synagoge aan het kerkplein hadden. Mm-hmm. Daar zijn we de Joodse gemeenschap ook altijd heel dankbaar voor geweest dat we daar een paar jaren hebben mogen groeien. Mm-hmm. Maar nou, die zolder die was werkelijk te klein geworden. Te klein, ja. We puilden er aan alle kanten uit bijna. En toen kwam dit voorstel vanuit Zwolle om hier in samenwerking met de bibliotheek een historisch archief in te richten. Nou, dat is gebeurd. We hebben daar een overeenkomst over gemaakt. De bibliotheek verschaft ons het onderkomen
en ook de inrichting van die ruimte. En wij hebben voor het grootste deel het archiefmateriaal aangedragen. De bibliotheek ook wel trouwens. Ja. En dat werkt nu. Nou, dat is mooi. En we zijn 2 middagen in de week, dinsdags en vrijdagsmiddags, zijn we beschikbaar voor mensen die historisch iets willen uitzoeken. Oh, dan kan je hier gewoon terecht. Dan kan en je die vragen. Kunnen hier terecht. Ja. En als ze zeggen, wat zoekt u? Nou, dat en dat. En dan komen ze met het verhaal van hun familie of van het huis waar ze wonen. En ja, dan willen ze daar graag inlichtingen over hebben. En daar hebt u foto's en zo. Ja, niet altijd. Een kenmerk van een goed archief is dat je net niet kunt vinden wat je nodig hebt. Ja, precies. Ja. Ja. Oh, dat is ja. Rondwikkelsen. Ik weet nog dat we hebben filmopnamen gemaakt van 1974 over de koetsenkerels. En toen hadden we de toestemming van de brandweer om gebruik te mogen maken van hun water. En toen gingen al die mensen met grote tijlen gingen ze erheen om vol water te spuiten dat die paarden konden drinken. Ja. Maar ik kan me niet herinneren dat hier een brandweer was. Ja, hier was vroeger de havenkom. De havenkom. Volgens mij zitten we hier in het water. Nou, nee, dat of niet. Nee, hier stonden vroeger de bodendiensten. De bodendienst? Bodendiensten. Wat houdt dat in? Wat de schepen aanvoerden, dat brachten zij weer door naar Ootmarsum, Terbergen. Geest de omliggende plaatsen. Ja. En Almelo was een heel druk bodencentrum. Bodencentrum, ja. Noord van Goorland. De bodencentrum is geweest in de. Het laatste gevestigd geweest in de brandweerkazerne. Oh, bij de. Brugstraat? Ja, daarachter. Daar in de buurt, daarachter. Ja. Bij Welkoop. Bij Welkoop, dit was een combinatie van allerlei vrachtrijders, ook uit de omgeving, die hier kwamen. En als je iets doorgeschoven moest hebben naar een plaats in de buurt, dan kon je dat van tevoren met de bodendienst regelen. En dan zorgden zij dat er een vrachtrijder stond die... Die de goederen kon doorvoeren. Dat was meestal wel met paard en wagen. Hè? Ja. En ook al met vrachtauto's. Die houtzagerij van mijn oom Reehuis. Nou, ik heb verschillende keren platen triplex, hele pakken triplex, op een handkar hier naar het bodencentrum gebracht. Mm-hmm. Waarvan het dan verder vervoerd werd. Ja, waar het dan verder vervoerd werd. Nou, meneer Vloebelt, we hebben een hele trippel gemaakt. En wij willen u heel hartelijk bedanken voor de tekst en de uitleg wat u gegeven heeft. Het was bijzonder. We weten nog een heel stuk meer over de haven van Almelo. En misschien dat we u een volgende keer nog weer kunnen vragen. Ja, oh ja. Heel hartelijk bedankt. Ik vind het altijd plezierig om iets over Almelo te kunnen vertellen. Dat is fijn. Is wel leuk. Ja. Dus bij gelegenheid. Ja.
Wij zijn Kaiway. Zoals we het cassettebandje hebben vervangen door online streaming, zo is glasvezel helemaal de techniek van nu. Elise, Christa en Els zijn onlangs overgestapt naar een alles-in-één glaspakket. Daarmee hebben zij definitief afscheid genomen van DSL. Sinds 3 weken ervaren zij de vele voordelen van glasvezel. Ja, ik heb 3 weken Kaiway en ik moet zeggen dat het heel goed bevalt. Ik zou het een ander zeker weten aanraden, ja. Ja, gewoon sowieso beter beeld. Alles gaat gewoon heel veel sneller. Het is ook goedkoper, zeker. Bent u ook overtuigd? Bestel dan snel uw alles-in-één glaspakket. Want dat betekent sneller internet, televisie in de hoogste kwaliteit en u bent voordeliger uit. Dus graag tot ziens bij Kaiway.